Jawel, 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 jawel mensen. Hier zijn we weer met de gloednieuwe video, dames en heren. Kijk, hij verzorgt zelfs de koffie voor. Het is toch top service. Mag ik je helpen? Nee, alleen. Alleen? Ja, nee, dat ga ik niet. Het is wel de juiste outfit voor dat liedje. Ja. Maar nu is het tijd voor jou om magic te gaan brengen, Abine. Eeuw, het Ibrahim, wai wai. Eeuw, echte mannen, wai wai. Positiviteit, wai wai. Activiteit, wai wai. Negativiteit, wai wai. Geen tijd voor, wai wai. In wegen door, wai wai. Brian Vlogs. Jawai, jawai mensen. Hier zijn we nou weer. Wat de echte, echte. Echte mannen! Oh. Yes. Dus dit vind je eigenlijk het leukste van jouw werk? Dit is zeker ook een leuk onderdeel ervan. Gewoon mensen opnemen. Je maakt een goede beat en dan is het altijd afwachten wat de artiesten erop van gaan maken. Dat is tof, weet je, om te zien. En Noordin, is die een beetje kritisch? Ja. Noordin, ja. Dat is een hele kritische man. Ja, serieus? Hele kritische man. Super kritisch. Ja? Maar dat is goed, hè, bij een artiest. Ja, toch? Dat is heel goed. Ja, die papa! Smaadina, ja smaadina, gaan die jou niet naar papa die, ja baba, sala, salmala, ja baba, oh hansel, de baba, Allah, ja baba, de ja baba, gaan die jou niet die, ja baba, ja baba. Voor de mensen die bijvoorbeeld niet in de studio horen te zijn of wat dan ook, die kunnen dan gewoon hier zitten. Huh? PlayStation, chill. Ze hebben een keukentje, dit, dat. Dit heb je voor artiesten die bijvoorbeeld blijven overnachten of wat dan ook. Zo. En, je weet toch, die van ver komen of buitenland. Je weet ik dat? Weet niet of ik het mag zeggen, ja. Maar morgen. Komt Cheb Khalid? Oh ja, morgen komt Cheb Khalid, ja. Ja. Dan heb je daar kleine badkamertje, toiletje. Hé, maar broer. Dit is wel next level, man. Ja, toch? En dit is ook tegelijkertijd... Kijk maar. Office manager. Weet toch, ook daar. Gaan we deze kant brengen? Ja. Ik weet niet wat dit van plan is allemaal.
Ja, oh, kijk, wow! Voor de mensen, voor artiesten, je weet toch, die blijven. Wow! Ziek hoor! Dit is wel next level, bro. Ontspannen. Ontspannen. Werken wordt ontspannen beter. Waar ben jij mee bezig? Brian Vlogs. Oh ja, die Amsterdam is wel lijp, man. Het is echt groot. Als je van A naar B wilt, ga ik eerlijk zeggen, niet lekker om te wonen. Nee, hè? Nee. Maar je hebt goed gedaan. Nu je gaat trouwen, lekker ergens anders wonen. Ja. Niet in Amsterdam. Die teksten, verzin je dat gewoon zeker de plek weet. Of ga je echt gewoon zitten en... Het verschilt, man. Ik heb bijvoorbeeld gewoon momenten dat ik zeg maar al eerder heb geschreven. En dat wanneer ik dan aankom in de studio, dan ga ik toevoegen. Want als ik in de studio ben, dan kom ik weer op nieuwe ideeën en nieuwe bars. En dat ga ik dan puzzelen, man. Ik ben een puzzelkoning, dat kan ik wel zeggen. En soms begin ik gewoon van 0 tot 100. Dus dan heb ik gewoon helemaal niks geschreven. En dan beginnen we gewoon vanaf het begin. Ik heb meegemaakt met verschillende artiesten. En ik heb gewoon gezien dat iedereen gewoon zijn eigen manier heeft. Oh, van een nummer maken of van een project fixen. Ja. Wat ik wel vet vind aan nummers is als het over één onderwerp gaat. Weet je, soms dan merk je gewoon, met name in raps. Een soort van story. Ja, het is gewoon, weet je, en sommigen die vliegen van de hak op de tak. Kan, dat is ook een manier. Ja, maar dat is ook een muzieksoort. Dat noem je break en boze. Break en boze? Ja. Dat wist ik niet. Ja. Het is gewoon alles eruit gooien, maakt niet uit. Gewoon wat je voelt. Bam, 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 bam. Ja. Oh, wist ik niet, man. Wist ik niet. Trouwens, ik zag die documentaire helemaal lijp. Hoe heet dat dan? Killer rapper? Nee, wat was dat? Dat ze met die machetes lopen en zo. Ja, ja, ja. Hoe heet dat? Danny op straat of zo? Ja. Hoe heet dat? Drill rap, ja. Dat is helemaal ziek. Ja, wat moet ik zeggen? Wat is ziek, man? Ja, wat is ziek? Ja, ziek. 12-jarige met een machete rondlopen. Ja. Ik vind dat niet ziek. Ik ga niet tegen je liggen. Het blijven kids. Het blijven kleine jongens met die domme keuzes maken. Is heel simpel, geloof me. Je mag een drillrapper zijn of je mag met machetes lopen of wat je wil. Je gaat van mij platte handen krijgen. Hoe dan ook. Met machetes in je broekzakken of waar dan ook. Ik ga niet weglopen voor een machette hoor. Ik ga niet weglopen voor een pistool hoor. Echt niet. Waarom denk je dat ze zo hard gaan in is? Ik vind dat gewoon de slechtste voorbeeld die je kan geven. Dat is drillmuziek. Je kan ook drillmuziek maken zonder wapens te laten zien. Zonder te zeggen dat je iemand gaat steken of prikken of schieten of wat dan ook. Hoeft niet, is niet nodig. Wil je schieten, wil je steken, ga je het ding doen. Niet met je mond. Ik kan ook albums vol gaan maken met ik ga jou lek schieten, ik ga jou lek prikken, ik ga jou dit voor wat. Iedereen kan dat doen. Ik ga je eerlijk zeggen, dat is het lafste wat je kan doen. Ja? Wil je jezelf bewijzen en kijken wie de sterkste is, ga jullie lekker boksen, man. Heel simpel. Dan ga je maar lekker met een blauwe oog naar huis en een bult op je voorhoofd. maar dat is beter dan, ja. Dan iemand te neersteken of zijn moeder kapot maken. En, nee, man. Alsjeblieft, man. Maar ja, ze zullen het wel beseffen. Ooit hoop ik het zal. Inshallah, ik hoop het ook, man. Ze zijn nog jong. Ja. Nee, ik vind het echt oprecht, vind ik het echt heel erg. Ik schrok ook toen ik het zag. 12, 13, 14, slam. Nee, maar ik ben super blij met jullie gezelschap, man. Wallah, dankjewel, man. Echt waar. Wallah, ik mag jou echt oprecht, wallah. Dankjewel. Het is gewoon puur, het is gewoon niks is gemaakt of wat dan ook. Nee. Camera aan of uit? Ik zeg, ik zie hetzelfde. Shawakran, dankjewel. Shawakran, wait, ga je met een thee aanstaan? Oh, wat is dat, Sam? Gelijk weer gaat hoor! Ja, Lee, gelijk weer, hè, zei papa! Wat is dat, Boussa? Wat is dit? Hoor je, Ibrahim? Zoveel is dit! Ik hou van jou, lieve! Ik hou jou, lieve! Jij bent de artiest. Hij is de artiest.
Ik ken de naam. Via Stavale. Via Hamle. Niet Olive. Hij kan een hele tijd. Ik ga niet de Ik ga niet de Ik ga niet de Oké, Bilal. Bilal. Kom. Nee. Bilal, kom. 3, 2, 2. Kom. 7, 8. Bilal. Oké. Dankjewel. Ja. Nee, ja. Nee, kom. Kijk eens. Wacht dan. Ja, ik weet het. Nee, dat is Sofie. Ja, nee, kom. Nee. Ja, nee, we moeten gaan. Nee. Hoe doe je? Wacht dan. Hoe doe je? Dat kost geld. Wacht, ga maar. Wat? Alleen. Ja, maar nee, maar we moeten gaan. Jongens, ik ga hem even proberen mee te nemen. Dit duurt eventjes. 5 minutes later. Jawel, mensen, hier zijn we weer. Jawel, mensen, hier zijn we weer. Sowieso, voordat we verder gaan, vergeet niet te abonneren, mensen, dames en heren. Sowieso, Din, volg hem op Instagram. Link in de beschrijving. En dan moet je gaan volgen, man. Ja, man. Ja, toch? Doe jullie ding. Ze moeten hun ding doen. Ja, echt wel. Hoe vond je het, bro? Ik vond het gezellig. Ik vond het top. Hola? Ja, wel, zeker, man. Bilal heeft me heel erg blij gemaakt vandaag. Echt? Ja. Hoe vond jij het, Bilal? Ja. Vond je het leuk? Ja. Din, goede vriend of niet? Klein beetje of heel veel? Heel veel. Heel veel? Heel veel. Heel veel. Heel veel. Hij heeft je goed gekeurd, bro. Soldat. Holla, ik wil jou oprecht bedanken voor deze toffe dag. Ja, jullie. Holla, echt. Je hebt gewoon, weet je, ik had een bepaalde verwachting en je hebt je gewoon zwaar overtroffen gewoon. Ik vind je echt een voorbeeld. Hoe je, weet je, oprecht bent, eerlijk bent, ook met hoe je met Bilal omgaat. En ja, achter de camera, kijk, ze zien natuurlijk gewoon een paar minuutjes. Ja. Maar achter de camera zie ik wel een beetje en voel ik ook jouw oprechtheid. En daar wil ik jou echt oprecht van bedanken. Dankjewel, man. Dankjewel, wederzijds. Alhamdulillah. Echt waar. Allah, bedankt, man. Ik vond het een topdag. Bilal, jij? Ja. Oké, dan top. Ik ga jullie niet vertellen wat er zo meteen in de muziekstudio... waarschijnlijk is het één grote chaos. Maar uiteindelijk wordt er iets moois van gemaakt, dat beloof ik jullie. Komt later. Dus hou ons een beetje in de gaten, zou ik zeggen, toch? Want wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... liefde. En wij zeggen altijd... ja, we geven tijd. Positieve tijd. Arrivederci. Toch, gozer. Bilal is een baas. Ja. Dat is de baas die ik heb leren kennen, in ieder geval tot nu toe. Ja? Ja. Oks.